Maar dat is alleen als hem dat lukt. Ik denk dat als hem dat niet lukt, dan loop ik waarschijnlijk een kuttijd. En dan wordt het een lijstweg. En dan vraag ik me toch echt af of ik dat nog een keer ga doen. Oh ja, en ik vraag me ook af. Nee, ik vraag me niet af. Ik weet dat ik andere schoenen nodig heb. Dus dat wordt ook een leuk ding. Ik heb daar 3 schoenen voor in mijn hoofd. 3. Ik denk daar echt speciaal schoenen voor nodig. Ja, het is niet zo. Ik heb mijn Hoka Tracer 1 is gewoon op. Die zijn op. Ik heb er laatst mee gerend nog. En zelfs op de trails is hij gewoon helemaal plat gestampt. Dus het doet gewoon pijn aan mijn gewrichten om daar nog om mee te lopen. Dus in één keer was het gebeurd. Er moet een nieuwe komen. Want ik hou toch wel heel erg van smal en licht schoeisel. Want ik heb smalle voeten. En die hele lichte race schoentjes, ja, die zijn vaak lekker smal. Dus dat past dan gewoon wel goed meteen. En het zijn toevallig ook nog race schoentjes. Dus ja, wedstrijdschoenen. Die Tracers, dat is trouwens wel een heel smalle schoen. Dus ik weet niet eens of ik daar de marathon mee was gaan lopen. Want ik begin hem meestal wel na 15 kilometer begin ik een beetje te voelen. Ik loop er meestal mijn intervalletjes mee. En die zijn niet veel langer dan 17. Dus dat ging altijd wel. Maar dan voelde ik het wel aan het eind een beetje. Tracer 2 is een optie. Zijn zwaarder. Ik weet niet in werkelijkheid hoeveel zwaarder. Maar op papier, theoretisch, zijn ze gewoon ietsje zwaarder. Dus het is wel een optie en ze zijn nu voor weinig te koop. De Tracer 3, ja, die komt maar niet. Misschien gaan ze hem ook wel nooit maken. Daar ga ik niet op wachten. Want het is oktober. Nou, je zult eens zien dat ze bijvoorbeeld 10 oktober in één keer met die schoenen uitkomen. Maar ja, ik heb er nog niks over gelezen. En ik weet wel dat ze in de herfst nog met wat nieuwe producten komen. Geen Tracer 3. En dan heb je, kijk, als ik een snelle schoen wil, die snel aanvoelt, dan moet die snel aanvoelen. Dan heb ik ontdekt dat moet dan een lichte schoen zijn. Maar het moet ook een schoen zijn die niet, zoals Hoka vaak, zo breed is. En die Tracer, die zijn smal, die zijn gewoon normale breedte van de zool. Die Mach 2 van Hoka, die is hartstikke breed. En dat maakt hem lomp. Het is een hele lichte schoen. In principe zou het dus gewoon een wedstrijdschoen kunnen zijn, maar hij voelt niet snel. En dat irriteert mij. En nog wat andere kleine dingetjes bij die Mach. Maar die brede zolen, ik zie dat niet zitten. Ik heb tegen mezelf gezegd, voor een snelle schoen geen brede zolen meer. Want ik geloof niet dat ooit een schoen wordt die snel gaat aanvoelen. Dat weet ik nu wel van die Mach 2. Dat is gewoon ik vind het ook een rare strategie. Een raar ontwerp. Wat heb je aan zo'n brede zool als de hoogte die eronder zit wel meevalt, hè, 22 mm of zo, het valt wel mee, maar dan heb je in principe niet zoveel stabiliteit in de breedte nodig. Dus Mach 2, het is eigenlijk niks voor mij. Het is nu mijn schoen waar ik de intervalletjes mee loop, omdat ik niks anders heb. Maar het moet een ander worden. Nou, dus ik heb optie 1 genoemd, Mach 2. Tracer 2. Dat is een optie. Die wil ik dus passen. Want als ik die te krap vind zitten, dan doe ik het niet. Dus dan valt die af. Nou, dat is altijd lastig, want ze hebben hem bijna nergens meer te koop.
En overal waar die dan te koop is voor weinig. Dat zijn allemaal online zaken, daar heb ik nooit zin in. Ja, dan past die ene maat niet of ja, maar dan moet je terugsturen. Ik wil gewoon naar een winkel. En nou ja, en dan is optie 2 is de Skechers, de Amerikaanse schoen, Speed Elite. We hebben ook nog een Speed 7, geloof ik. Maar ik geloof dat die Speed Elite, dat is hem wel. En ja, die is net uit. En dat is een ongelooflijk licht schoentje, heel erg licht. En smalle leest, maar ook weer niet te smal. En nou ja, daar spreken mensen over als een geweldige schoen. Die midsel die daarin zit, die is zo ongelooflijk goed en zacht. Maar ook, nou ja, vergelijkbaar zoals ik het me voorstel met de Tracer 1. Alleen, ik denk zelfs nog met wat meer demping. Dus ik dat zie ik helemaal zitten. Maar het probleem bij die schoen is, haas op het pad, dat Skechers een Amerikaans merk is. Die maakt overigens altijd vrij lullige schoenen. Maar ja, die zijn ineens met dat nieuwe midsolmateriaal gekomen, wat echt heel erg goed is. Maar dat is gewoon hier heel slecht te krijgen. Of eigenlijk niet. Amazon of weet ik het waar, in Duitsland, ik weet het niet. Het is, ja, dat kan natuurlijk ook niet passen. Dus ik moet toch gokken een beetje. Nou, dus dat is ook niet makkelijk. En dan hebben we nog, ja, die heeft wel iets bredere zool, maar ja, zit ik toch aan te denken. En die zijn zo duur, maar goed, niet meteen met alle kritiek komen. De Hoka Carbon X. Je hebt ook nog die Carbon Rocket, zie ik niet zitten. Die heeft Carbon Rocket, die heeft een bijna 0% of 0 millimeter drop. En dat is volgens mij te weinig. Daar ga ik last van krijgen. Ik geloof 2 millimeter of 1 millimeter zelfs. Maar dus geef mij maar de Carbon X. En lekker schieten, jongens. Die kan ik wel krijgen en passen. En ja, die zie ik wel zitten, maar die is zo fucking duur. €180. Ik heb daar gewoon eigenlijk geen zin in. Maar wie weet, wordt die nog wel wat goedkoper vlak voor. Maar ja, je wil natuurlijk wel een beetje opgelopen hebben. Dus ja, moeilijk. Iemand tips? Ik hou dus van een schoen die een beetje demping heeft. Ja, het moet gewoon eigenlijk een Tracer zijn. Maar dan beter. Een beetje demping. Niet te vlak, geen racing flat. Daar ben ik te oud voor. En lekker licht. Hè? En hij moet licht aanvoelen. Snelle schoenen dus. Die lekker zitten. Geen knelpunten hebben. Smalle leest. En een beetje demping. Ja, die Speed Elite van Skechers. Mooie schoenen ook om te zien. Die wil ik. Ik geloof daarin. Maar ja, misschien is het wel helemaal een kutschoen, maar kan bijna niet, want echt, degene die ik daarover heb horen praten, die ze getest hebben, die zijn er helemaal wild van. Ja, en dat zijn dan ook, ik ken die dan een beetje, ik weet wat ze leuk vinden, weet wat ze lekker vinden, waar zij prettig in lopen, dat lijkt dan op wat ik heb. Dus dat wordt er misschien wel. Dus de zoektocht continues. En ik hoop dat ik eruit ben, zo'n maandje voor
Nou, dat mag dan eind augustus zijn. Half september, dan moet ik wel uit zijn. Dus ik heb nog even. Oké, volgende week mag ik wel eens gaan doen. Een lange loop. En zoals deze week. Ik doe nog steeds weinig met klokjes. Meet niks. Geen Strava. Is allemaal heel, heel erg jammer. Maar ja, ik weet niet. Voelt lekker. Voelt prima. Zonnetje erbij. Is wel mooi hoor. Tot volgende week.